ook moe van dalende beurskoersen, hoge brandstofprijzen en al maar stijgende werkeloosheid? Gelukkig is er nu ook goed nieuws uit Nederland. Het boek is bedoeld voor iedereen met een gezonde nieuwsgierigheid. Mensen die willen weten wat er allemaal gebeurt in ons land. Goed nieuws uit Nederland. Daar word je blij van. De voorpresentatie vond plaats tijdens een seminar van de PDMA. De toonaangevende vereniging voor innovatieprofessionals in Nederland. De belangrijkste tip is om de ontwikkelingstijden te verkorten. Maar ga vooral niet te snel, want dan ga je struikelen, fouten maken en dat leidt tot mislukkingen. In 2007 was er eigenlijk heel veel negatieve berichtgeving over innovatie in Nederland. En we zeiden, ladikoek, wij als vereniging van innovatieprofessionals, we zien zoveel goed nieuws uit Nederland. Het boek bevat 50 spraakmakende innovaties van eigen bodem en komt elke 2 jaar uit. Dit is alweer de 4e editie. Gevestigde namen zitten er zeker bij. Denk aan DSM of Shell, die zitten er gewoon bij. Het gaat ook om jonge bedrijven. We hebben zo'n 14, 15 start-ups erbij, geloof ik. Maar het zijn ook kleinere bedrijven die al een tijdje er zijn. Goed nieuws uit Nederland. Daar kijk je van op. Woorden vol vernuftige vindingen en inspirerende innovaties. Zoals groeipapier, waaruit een herinnering opbloeit lang nadat de boodschap gelezen is. Of een draagbare ledlamp op zonne-energie. Een uitkomst wanneer je permanent of tijdelijk geen stroom hebt. Goed nieuws uit Nederland. Verrassend en verfrissend. Zoals een opblaasbaar reddingsvlot, waarmee je drenkelingen makkelijker aan boord kan tillen. Of een virtual reality therapie, om hoogtevrees of vliegangst te overwinnen. Goed nieuws uit Nederland. Dat wil je horen. Bestel het boek via goednieuwsuitnederland.nl, ook als e-book verkrijgbaar. Goed nieuws uit Nederland. Dat wil je hebben.